Leon de Winter, schrijver van de serie Brussel, net de eerste beelden gezien. Er werd iets geroepen over complete vrijheid. Ja, het was een droom om zoiets mee te maken. En, ik mocht eraan werken met dezelfde vrijheid als ik normaal aan een roman werk. En een uitgever zegt nooit tegen mij, let er wel op, elk hoofdstuk zijn 28 pagina's. En ik moet 14 hoofdstukken hebben. Ja. Dat hoor je natuurlijk nooit. Maar dat hoor je natuurlijk wel. Als je voor een omroep werkt, dat natuurlijk gewoon programmeert en tijdsblokken heeft voor een bepaalde demografie. Want ik hoef niet meer te denken in dramatische eenheden van 10 tot 12 minuten. Met dan maximum 48 minuten per uur en er rekening mee houden dat er reclameblokken tussen zitten. Dus je werkt in kleine sprongetjes met een heel klein cliffhangertje erachteraan en een hele grote hemel op het einde. Het is allemaal weg. Is het klaar eigenlijk? Draai af rond? Nee, we zijn nog aan het snijden. We gaan zo meteen de aflevering 4 bekijken, morgen aflevering 5. We zijn heel ver, dat wel. En het wordt nog keihard werk om het allemaal op tijd af te krijgen, dat zal wel lukken. Het materiaal is er. Twee weken geleden hadden we nog een laatste draaiweek in Brussel. En al het materiaal is nu binnen. Dit is geen documentaire. Het is fictie. Het is een verhaal. Het blijft een verhaal. Maar het is duidelijk wat de voedingsbronnen zijn voor dit verhaal. Waardoor we allemaal geïnspireerd zijn. Maar we hebben toen Brexit gebeurde. We hebben het erover gehad. We zeiden, nee, beginnen we het jaar. Ik ga niks aanpassen. Dit verhaal is het verhaal. En dat moet zich niets aantrekken van de allerlaatste actuele ontwikkelingen. Ik ben tevreden als we merken dat mensen door blijven kijken. Want dat kunnen ze meten. Dan ben ik tevreden.